hier ben ik weer, maar deze keer niet met een activiteit. Deze keer met een challenge. Je zal er misschien wel al van gehoord hebben, maar wat is dat nu juist, een challenge? Een challenge, dat is een uitdaging, letterlijk vertaald, dat iemand anders jou geeft en dat je dan moet doen. Iemand filmt jou terwijl je dat aan het doen bent en jij daagt dan andere vrienden uit om dat ook te doen. Wat voor dingen zijn dat? Dat zijn grappige dingen, normale dingen of moeilijke dingen. Vandaag heb ik voor jullie de eerste challenge klaar. Wat heb je daarvoor nodig? Een grote lepel of een kleine lepel en een knikker of iets rond. Ik kies ervoor om een paaseitje te nemen, aangezien we er toch vrij veel thuis hebben liggen. Ik kies ervoor om het met de kleine lepel te doen. Als je vindt dat de kleine lepel te moeilijk is, dan mag je dat met een grote lepel doen. Hey, feeling good, like I should. We nemen onze lepel, ons paaseitje. We leggen het paaseitje op de lepel en dan steken we de lepel in onze mond en gaan we rondlopen. Hey, feeling good, like I should. Het paaseitje is er nu afgevallen. Ik ga dit alvast opeten. Ja, als je een knikker op jouw lepel hebt gelegd, de knikker niet opeten. Ik eet het nu op omdat het een paaseitje is. Maar ik daag jullie uit om net hetzelfde te doen. Film jezelf of laat iemand anders filmen hoe jij deze challenge geaccepteerd hebt. En ik ben benieuwd wie het allemaal heel lang kan volhouden. Succes! Walk around the neighborhood.